ben Biondi, ik ben 31 jaar jong, ik ben van Surinaams afkomst en ik ben transgender. We komen niet uit een praatcultuur, zeg maar. En vaak doe je alles met de familie. En zoals bij mij was het gewoon in het begin niet duidelijk wat het verschil was tussen gender en geaardheid. Ik dacht, oh, ik val op mannen, dus ik zal wel homo zijn. Terwijl dat het niet is. In de Surinaamse cultuur, als je uit de kast wil komen, zoals ik, is het heel moeilijk. Want je komt niet alleen uit de kast staan, dan kom je met je hele familie uit de kast. Er zijn heel veel schaamtes van wat zullen de buren denken, wat zullen tante die denken, wat zal oom die denken. En die angsten kunnen soms voor mensen met een biculturele achtergrond heel moeilijk zijn, waardoor ze er vaak voor kiezen om niet uit de kast te komen. Vlak voor mijn coming out heb ik al wel wat informatie gezocht en vond ik wel belangrijk wat God eigenlijk hiervan vindt, of ik dus wel of niet als lesbienne door het leven mag gaan. Toen ben ik contact gaan zoeken, in dit geval dan met het COC, maar ik had zoiets van, hun zullen vast wel een antwoord hebben. En een tijdje daarna, toen hoorde ik dus over een imam die uit Zuid-Afrika, die dus kon vertellen dat het prima is dat je gewoon homo bent en moslim en dat God in dit geval Allah je daar niet over veroordeelt. Als vrouw heb jij geen zeggenschap over jouw eigen lichaam en over je eigen seksualiteit. Jouw seksualiteit, ofwel maagdelijkheid genoemd, is het bezit of de eer en trots van de familie. Op het moment dat jij daarmee aan de haal gaat, gaat het niet alleen over jou, maar over je hele familie. Elk persoon heeft zijn eigen verhaal, een eigen achtergrond. En dan maakt het ook niet uit of je nou moslim bent of Turks of Surinaams. Maar voor hetzelfde geld kom je uit Staphorst, uit de Bijbelbelt. En kom je uit een streng gereformeerd christelijk gezin. En dan heb je wel blond haar en blauwe ogen. En ja, heb je het misschien wat beter voor elkaar dan anderen, zou men denken. Maar die zitten in net zo erge situatie als iemand met een islamitische achtergrond. In het begin van mijn transitie heeft mijn arts me wel eens als meneer nog aangesproken of hij. Wat gewoon heel vervelend was. En dat werkt niet aan het winnen van het vertrouwen winnen van de cliënt of respect krijgen. Omdat het zit in die kleine dingen. Dus als hij me gewoon had gevraagd van hey, moet ik je als hij of zij aanspreken, was het wat toegankelijker. En voor mij ook dat ik veel meer vertrouwen in hem had. Maar ja, dat was jammer genoeg niet zo. En dat zijn de dingen waar ze wel rekening mee moeten houden. Als hulpverlener is het belangrijk dat jij je bewust bent van je eigen referentiekader. En dat je daarnaast ook bewust bent van het referentiekader en de normen en de waarden die de cliënt meeneemt. Maar dus ook je eigen normen en waarden. En ook hoe jij je eigen normen en waarden bewust en onbewust op de cliënt plakt. Want die neiging hebben we toch. Het kan dus zijn dat als cliënten naar mij toe komen, dat zij dan zeg maar in die zin de perfecte homo zien die daar komt aanlopen met zijn skinny jeans en heel erg uit de kast is en voor hun ook te overdreven is. Dus het is ook goed om je van dat soort dingen bewust te zijn. Toen ik erachter kwam dat ik homoseksueel ben, ging ik hulp zoeken bij mijn schoolpsycholoog. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, homoseksualiteit zal waarschijnlijk wel moeilijk liggen in dit soort culturen. Ik vond het toen en achteraf helemaal heel lastig om te horen dat alleen maar moslim zijn problematisch is als het gaat om homo zijn. Je reduceert het probleem daarmee alleen tot moslim zijn. Je kijkt niet verder naar wat ik ben, naar mijn sociaal-economische status, naar mijn opleidingsniveau. Wat was mijn gezinssituatie op dat moment? En als je dat doet, dan creëer je eigenlijk een grote kloof tussen jou en je cliënt. Je reduceert het probleem tot alleen maar cultuur of geloof in dit geval. En je voedt hiermee denkpatronen die nogal racistisch kunnen zijn. En er zijn situaties of althans gevallen waarvan ik dan van jongeren meekrijg van nou, ik heb met een psycholoog gesproken of met een vertrouwenspersoon van school of met een leraar. Die dan eigenlijk aangeeft van ja, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon uit de kast komen. Maar dat is niet voor iedereen een optie. En helemaal niet voor iemand die waar het consequenties bij kan hebben dat zo iemand bedreigd kan worden, eergerelateerd geweld aangedaan kan worden, mishandeld kan worden of op straat gezet kan worden. Als je thuis woont, zorg dat je spaart,
Ga je opleiding doen, haal je rijbewijs, schrijf je in voor een huis, zorg dat je economisch onafhankelijk bent. Als je die dingen voor jezelf regelt, dan wordt het ook voor jou een stuk makkelijker om je eigen leven te gaan leiden. Minority stress is eigenlijk een stress die een bepaalde groep, die bij een, officieel bij een minderheid hoort, ervaart. Omdat het beleid vaak gebaseerd is op de meerderheid. Dus de meerderheid bepaalt. Er is niks mis mee, alleen heeft dat een effect op de minderheden. LHBT, multiculturele jongeren, hebben eigenlijk last van een dubbele minority stress. Vaak zien die jongeren me als een moeder, een zus, een tante of ja, een vriendin waar ze vertrouwen in hebben. En vaak vinden ze dan erkenning in het verhaal van mij. Maar ik zeg ook duidelijk tegen hun, dat is mijn pad en dat zijn mijn ervaringen. Maar vaak motiveert het hen wel in hoe ze dingen kunnen aanpakken, dat ze zien dat ze niet alleen zijn. Een van de grootste problemen voor biculturele LHBTI-jongeren is dat ze eenzaam zijn. Heel vaak hebben ze het gevoel dat ze de enige zijn die bepaalde issues meemaken. Bij de empowermentgroepen kunnen ze elkaar ontmoeten, over hun dagelijkse problemen praten, maar ook ontstaan er hele mooie vriendschappen. Een multiculturele LHBT's kan heel complex zijn. En daarom is het belangrijk dat hulpverleners samenwerken. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Bijvoorbeeld als projectleider Veilig Haven heb ik samengewerkt met meldpunt ingerelateerd geweld, soms met de politie, maatschappelijk werk. Je kan niet alles alleen oplossen in een complexe situatie. Dus belangrijk is om te werken en je in te zetten vanuit je expertise. Maar dan ook kijken met wie kan ik samenwerken, wie zijn mijn samenwerkingspartners. Als we kijken naar de verschillende fases van coming out, er is gaat in het begin toch heel veel energie en aandacht naar de buitenwereld toe. Hij of zij voert een strijd om zich te bewijzen of een plek te vinden in de wereld om zichzelf te kunnen zijn. Wij noemen het soms in vaktermen ook het coming in. Dat is dan, je hebt de strijd gevoerd, je hebt je in de wereld laten zien wie je bent, je hebt het gevonden. Misschien dat je hebt een plek gevonden waar je jezelf kan zijn. Maar nu gaat het erom, bij het coming in, om je te kunnen verbinden met jezelf. Lief te kunnen hebben, liefdesrelatie op te kunnen bouwen en kunnen in stand houden, onderhouden. En daar kan zijn dat dan multiculturele LHBT juist ook op dat gebied nog hulp nodig zouden kunnen hebben. Als de eerste branden geblust zijn, dan is het, over het algemeen, is mijn ervaring, is het proces nog niet klaar. Maar het is wel belangrijk om dan ook nog een kwalitatief leuk leven te kunnen leiden.